Jeetje wel, kijkers. Vandaag zijn we, ik weet niet eigenlijk hoe ik het zeggen moet, maar in de Heiplaats of op de Heiplaats, maar in ieder geval Heiplaats. En we staan hier bij een huis en het ziet er wel heel bijzonder uit, dus laten we daar maar weer eens proberen of we op de koffie mogen. Oh, er staat wel geen toegang. Wij zijn van Cineac Pietje Bel en wij vroegen ons af of we onverwacht op de koffie bij je mogen. Nou, ik ben niet echt, moet dat nu? Nou, ja, graag. Nou, ja? Gaan we doen, gezellig. Hey. Waar ben je van? Cineac Pietje Bel, ken je dat? Nee. Oh, nou dan leggen we dat wel even uit. Ik heb geen tv, dus het, we hebben wel een struifel niet, kom binnen in de puinhoop. Jullie komen op koffie, onverwacht. Nou, de onverwacht is gelukt. Ja. Wil je dan ook koffie? Hoe heet je? Veel. Veel. Mooi zeg, mooi naam. Ik heb iets leuks te vertellen. Nou, ik vind dat het hier af en toe best leuk is. Het is hier, nou, je hebt meer buren dan twee. En het nadeel is, je hebt niet allemaal tv-zenders. Je hebt er maar een stuk of vijf, maar niet echt veel. Nou, vijf is toch best wel veel? Nou, maar als je gewoon in een straat woont, dan heb je heel erg veel zenders. Nou, maar zou je wel meer televisiezenders willen dan? Nou, eigenlijk niet, want onze tv doet het niet echt zo goed. Oh. Maar videobanden kijken, dus zo erg is het niet. Nee, dan kan je toch lekker tekenen en zo. Dat is toch ook hartstikke leuk? Ja, dat is ook best leuk. Laat zien wat je gemaakt hebt. Nou, ik heb hier een tekening met een plant en dat is een bloem. En hier heb ik een tekening van de aarde gemaakt. Maar het is natuurlijk niet echt helemaal hetzelfde. Want dat is heel moeilijk. Ja. Nou, ik ga weer eens even kijken waar we terecht zijn gekomen deze week. Hoe heet je? Ik ben Wouter Lohman. Hoi Wouter, ik ben Erika. Erika. En? Richard. Richard, hi. Hey, maar vertel eens, want het is wel heel bijzonder hier waar je woont. Het is een klein paradijs op aarde, ja, heel bijzonder. Want dit heet het quarantainegebied, hè? Quarantaineterrein, ja. En het is het voormalige quarantaine waar mensen... De bedoeling was dat mensen... opgenomen werden als er vermoed werd dat ze met vreemde buitenlandse ziektes aankwamen via de boten. En toen is het nooit in werking geweest omdat penicilline heel snel in grote opmars op de aarde kwam. En daarna is het door verschillende dingen gebruikt, door de Duitsers. En het is als jodenopvang geweest en heeft een psychiatrische inrichting gezeten. En daarna is het gekraakt. En 17 jaar geleden en ik woon hier nu 8 jaar. Jeetje, gaaf zeg. Je hebt lekker de ruimte hier. Ja, dat hebben we ook wel nodig, want we zijn ruimtelijke kunstenaars, dus we willen groot werken. Ja. Mooi zo. Ja. En weet je ook want waar we nu zitten, wat was dit voor gebouw? Weet je dat ook toevallig? Het is het oude badhuis, het voormalige badhuis. En daar kwamen de mensen die... Die kwamen binnen, die van de schepen afkwamen. En die moesten dan schoongemaakt worden en gecontroleerd op luizen en op gekke ziektes. En er liepen een paar artsen rond. En die mensen die moesten zich uitkleden in de badhokjes. En er waren geloof ik vroeger 70 douches en badkamers hier. En bij mijn buurman is de onreine kant en ik woon aan de reine kant. Oh, dat is wel fijn, hè? Fijn, ja. Heerlijk, ja. Hier zaten in ieder geval geen luizen. Oh, gelukkig maar, nee, anders zou ik nu spontaan jeuk krijgen. Nee. Ja.
En mijn vrouw heeft een studio, een kunstenaarsatelier. En dat is ook aan de Rijne kant. Daar kun je in de vloer ook nog waar vroeger de hokjes gestaan hebben, kun je zien. En ik heb een werkplaats aan de onreine kant. En daar staan allerlei machines voor het ontsmetten van kleding en schoenen en van dat soort grappen. Dat staat er nog? De machines die staan er nog, ja. Oh, ja. Wat gaaf zeg. Ja. Oh, nou ja. We kunnen straks even gaan kijken. Ja, nou dat vind ik wel leuk. Zullen we het meteen doen? Het is een deel van de studio waar mijn vrouw zeefdrukken maakt. Dit is de zeefdruktafel waar we prenten op maken die tot 3x3 meter kunnen zijn. En die bestaan dan wel uit losse onderdelen, omdat die zeven niet zo groot kunnen zijn. Ah ja. Hoe heet je vrouw eigenlijk? Mijn vrouw heet Margreet Bulthuis. Hier voer ik opdrachten uit voor klanten, meubels en staalwerkstalen. Ik ga zo met je mee. Je weet wat, dit is gewoon even met Iva plassen. Iva, wil je even met hoeveel gaan plassen in de zeefdrukruimte van Margreet? Bij de deur naar buiten, bij de schuifdeur. En hier ga ik, ja, hier maak ik meubels en veel staalwerk. En mijn compagnon, we zijn twee aparte bedrijven, die maakt houten meubels. En ik dan vooral staalwerk. Voor de redelijk chique klant. Zeg maar in. En ik ben in staat om hier goed Margreet te helpen. Ja, om haar installaties uit te voeren. Kun je iets laten zien waar je op dit moment mee bezig bent eigenlijk? Nee, absoluut niet, want er is niks. Oh, oké. Dit is dit worden houten bakken om die zeefdrukken in te laten zien. Ja. En dit worden twee kasten. Ja, het is, dat kan ik wel laten zien. Ja. Ik heb namelijk afgelopen vrijdag mijn laatste klus afgeleverd. Dus en daarom is het ook zo schoon hier, want normaal is het puinhoop op puinhoop op puinhoop. Uitzicht over de chemicaliën en Schiedam en Vlaardingen. Ja. Met ons eigen strandje. Heb je dat eigen strandje? We hebben eigen strandje. Ja, eigen helemaal gewoon. Oh. Ja, dat is fantastisch. En dus kun je zomers lekker zitten. Dag meiden. Doei. Doei. Doeg. Nou, we gaan. Hartstikke bedankt voor de koffie en voor de gezelligheid. Ja, mag dat? Ja, oh, nou, daar houden we je aan hoor. Ik vond het erg gezellig. Dus, let's go. Ja.